Oh, hey. Hallo jongens en meisjes. Ik ben Thomas van de voorstelling waar jullie straks heen gaan. Ik ga jullie twee bewegingen leren die aan elkaar gaan, waardoor het eigenlijk een soort kleine lange beweging wordt, ja? Let op, je begint staand, je staat, je hebt twee benen wijd staan en je armen naast je lichaam. Wat je doet, is je kruist je benen rechts voor links. Stap 1. Wat je dan doet, je kan maar één kant op eigenlijk. Hier kan je niet heen, dus je moet linksom draaien om verder te kunnen. Terwijl je dat doet, ga je naar beneden. Dus dan krijg je dit. Staat met je benen wijd, kruis, draaien en zakken. Ja? Let op als ik zak, dat ik volledig op mijn rechterbeen leun. Links zit eigenlijk niks, die ligt er alleen maar bij. Dus, staan, kruis, zakken, 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 zakken op rechts. Dan ben je hier. Volgende stap, dit is eigenlijk de tweede beweging, is je linkerbeen naast je rechterbeen zetten. Handen op de grond voor je. En je ellebogen naar buiten doen. Aan de binnenkant van je knieën. Wat gebeurt er dan? Dan kan je gaan balanceren. De kikkervries is dit. De kikker. Yes? Oké. Ik laat het even achter elkaar zien. Dus wat je krijgt is dit. Je staat met je benen wijd. Kruis. Naar beneden met een draai. Been bijsluiten. Kikkervries. Vanuit hier schop je benen naar achter, zodat je weer staat. En pak een pose. Die mag je zelf invullen. Ik kies nu voor deze. Maar ik zou ook voor deze kunnen kiezen. Of voor deze. Of voor deze. Dus, alles achter elkaar. Ja, daar komen ze. Het zijn eigenlijk drie dingen. Je staat, je gaat naar beneden. Dat is het eerste ding. De kikkervries, het tweede ding. Het opstaan, het derde ding. Komt ie. 1, 2, 3. Hup. Naar beneden. Kikkervries. En een pose. Die vul je zelf in die pose. Dat was hem. Doei, ik ben Thomas. Dankjewel. Tot de volgende keer. Hey.